Goedemiddag, we zijn kort na de wedstrijd van gisteravond tegen West Ham en er staat alweer een nieuwe voor de deur. Zondag op naar KV Mechelen en met onze coach gaan we vooruitblikken op die wedstrijd. Aan jullie om de vragen te stellen. Dag Hein, is iedereen ongeschonden uit de strijd gekomen gisteren? Is iedereen? Ongeschonden uit de strijd gekomen gisteren. Ja, op het eerste zicht valt het wel mee. Er zijn wel hier en daar wat kleine zaken. Logisch, na een match heb je altijd wel wat blikschade, zou ik zeggen. Maar ik denk niet dat we zware tegenvallers hebben, dus valt het best wel mee. Hoe zit het eigenlijk met jongens als Darko en Jules Seger bijvoorbeeld? Die zijn aan het werken aan een terugkeer. Hè. Dus die revalidatie die evolueert en zij gaan geleidelijk aan verder op terrein al aan het werken. Maar nog altijd niet met de groep, dus dat is nog even afwachten. Vooral hier zij kunnen aansluiten op aan de groepstrainingen. Dus, maar het gaat in de goede richting. KV Mechelen, Hein, ze lijken de voorbije weken een beetje uit te bol, zich misschien te sparen ook voor de bekerfinale. Maakt dat hen misschien nog net iets gevaarlijker voor zondag? Qua onderschatting bijvoorbeeld? Iedere match is moeilijk. Hè? Dus wij moeten niet te veel naar de tegenstander kijken. Wij moeten naar onszelf kijken en zien dat wij... Dat wij zelf zondag goed genoeg zijn. Goed herstellen nu, vandaag, morgen. En dan volle focus op die wedstrijd in Mechelen. En wat in Mechelen gebeurt of beslist wordt of gezegd wordt, dat is voor hun rekening en niet voor onze. Denk je dat die wedstrijd van gisteren, het gelijkspel tegen West Ham, dat de groep... goed heeft gedaan, nog een extra boost heeft gegeven richting die eindspurt nu in de reguliere competitie? Hadden we 0-5 verloren, dan ging dat wel anders geweest. Hè? Dus, of dat nu goed heeft gedaan, het is altijd welkom als je een goede wedstrijd speelt en een oké resultaat haalt. Wat dan eigenlijk wel beter kunnen doen. Hè? Dus wat dat betreft is het niet... is het geen eureka, het is geen euforie. Hè? We hebben niet gewonnen, dus... ik heb gezegd gisteren, we zijn al verwegen, dus we gaan naar Ginder met nog een kans. Maar nu is het even dat opzij zetten en ons focussen op de competitie. Om even nog in te pikken op KV Mechelen en de wijze waarop dat ze die bekerfinale voorbereiden. In welke mate vermoeilijkt het voor jou bijvoorbeeld om in te schatten op welke manier ze zullen aantreden? Want ze hebben toch al een aantal varianten uitgeprobeerd op hun middenveld. Waar het anders misschien veel duidelijker zou zijn, Bergen Verstraeten bijvoorbeeld, of hier en dan nog andere varianten die ze gekozen hebben. Maakt het dat voor jou moeilijker? Of nee, voor mij verschil? Maakt dat geen verschil wat dat tegenstanders doen. Hè. West Ham komt hier na 3 maanden nog eens met 5 spelen. Dus dat zijn zaken die gebeuren. Wij moeten niet te veel rekening houden met de tegenstander. We moeten zelf... weten wat we moeten doen. We zijn voorbereid op alle varianten, zou ik zeggen, die men ook maar kan uitvinden. En als het niet zou zijn, dan proberen we tijdens de match nog in te grijpen. Dus ik denk niet dat we daar te veel moeten mee bezig zijn. Die top 4, Hein, is het seizoen voor jullie pas geslaagd als jullie die ook bereiken? Of zie jij dat anders? Kijk, als je ziet welk seizoen wij hebben meegemaakt, hoeveel mensen hier afwezig zijn geweest heel het seizoen en op 3 fronten heel lang gestreden, dan is het eigenlijk een half mirakel dat wij de top 4 zouden halen. Hè? Maar we zijn er nu zo dichtbij, dus laat het ons maar proberen te realiseren. Want ik heb het gezegd, het heeft geen zin om op match 30, 31, 32 in de top 4 te staan. Als je op match 34 dan net erbuiten staat. We hebben dat vorig jaar 1 keer meegemaakt. Dus ik wil geen herhaling van die feiten. En we zitten net in dezelfde fase als vorig jaar. 2 speeldagen, de voorlaatste speeldag. Is nu ook weer een moeilijke wedstrijd en een beetje dezelfde situatie als vorig jaar. Waarschuw jij je ploeg daar ook voor? Van kijk jongens, vorig jaar
zaten we eigenlijk bijna in dezelfde situatie. En toen hebben we het uiteindelijk niet gehaald. Er zijn natuurlijk wat dingen gebeurd vorig jaar, hè, in die match. En toevallig is het hetzelfde trio dat de match van zondag gaat leiden. Dus dat zal wel puur toeval zijn. Maar ja, wij moeten de lessen trekken uit wat is gebeurd vorig jaar. En we moeten ons focussen op dit seizoen. Het enige verschil is, denk ik, dat wij toen... Ik weet het niet meer. Kwamen wij toen ook uit een Europese wedstrijd? Ik weet het niet. Nee, denk het niet. Denk het niet. Denk het niet. Dus komt dat er nu nog eens bij. Maar oké, het was een positieve Europese wedstrijd. Dus je krijgt daar wel een positieve boost. Het zal een kwestie zijn van goed herstellen voor sommigen. En zien wie voldoende hersteld is om dan ook hopelijk de juiste keuzes te maken. Het is algemeen geweten dat de club op zoek is naar een nieuwe investeerder. Jij hebt ook al aangegeven dat er veel werk op de plank ligt richting volgend seizoen. In hoeverre kan dat Play-off 1-ticket het grotere plaatje een boost geven of heel de club? Well, ik dacht na de goede wedstrijd tegen de Premier League club gisteren dat hier file ging zijn op de parking. Hè. Dat ze in de rij gingen staan, de investeerders. Want ja, als je een wedstrijd speelt zoals gisteren in de kwartfinale van Europa, ja, dan lijkt me dat sportief toch wel een aanleiding te zijn om te zeggen, oké, het gaat de goede kant uit. Maar kijk, ik was hier niet van de morgen, dus ik weet niet of er hier heel veel in de rij stonden. Tegen u vanmiddag waren het alleen journalisten die ik zag. Dus, maar die gaan niet investeren in de club, denk ik. Dat is het. Oh, Richard. Om toch ook even terug te keren naar die andere twee wedstrijden van de andere Belgische clubs in die kwartfinales. Het is eigenlijk wel een mooie avond voor Belgisch voetbal geweest. En kunnen we dan eigenlijk stellen dat Belgisch voetbal dan toch ergens een stap vooruit gezet heeft? Of is het maar een momentopname waar we ook niet... Ik ben er al een keer op ingegaan. Hè. Ik weet het, maar nu is het toch een Europese kwartfinale. Ja, ik weet het. Nog sterker. Ik doe niet mee aan de halleluja en aan de dramamomenten. Hè. Dit jaar waren er al dramamomenten. Hè. Eerlijk gezegd, zelfs met ons. Hè. Zelfs van binnen onze eigen club hè, waren er al dramamomenten in Europa. Dus ja, het zit allemaal niet zo in elkaar. Ik denk, en ik heb dat ook gezegd, we zijn een ploeg die thuis hoort, waar we normaal staan nu, denk ik, zo zevende, achtste, wellicht achtste plaats. Misschien wordt dat eens negende of tiende. Maar we gaan er altijd wel ergens staan in Europa, bedoel ik. Hè? In de coëfficiëntenlijst van Europa. Wat Nederland heeft gedaan met Ajax, die heel ver gaat, een paar keer in de Champions League. Ja, dat brengt natuurlijk enorm veel punten op. En Nederland staat nu in een fantastische positie. Heeft volgend jaar twee rechtstreekse Champions League ploegen in de poelen. En een derde, die mag kwalificatie spelen zelfs. Dus ja, voorlopig kunnen wij daar alleen van dromen. Tenzij het ooit is gebeurd dat er een Belgische club ook is heel ver gehad in de Champions League. Want het blijft uiteindelijk nog altijd daar dat je de meeste punten kunt pakken. Hè. Meer dan in de Conference League en meer dan in de Europa League. Het zou natuurlijk... dit jaar is gewoon een boost. Hè. Als je ziet dat wij een record aantal punten halen, dat er misschien nog wel punten staan aan te komen en dat er inderdaad ploegen naar die halve finale wellicht zullen gaan. Ik verwacht toch niet dat we alle drie gaan uitgeschakeld zijn. Alle drie erdoor, dat zou helemaal feest zijn natuurlijk. Maar dat zou ook ongelooflijk zeldzaam zijn. Hè. Als je weet dat er maar vier... halve finalisten zijn in de Europa League en vier in de Conference League. Dat zou betekenen dat je 3 op 8 haalt. Want over Champions League gaan we niet spreken. Dat is denk ik nog niet aan de orde. Uiteindelijk moet je daarvoor kijken naar je beste clubs. En die zien stappen zetten richting... Maar men is al heel content als men de poelenfase overleeft. Hè. Dus er is nog geen sprake van kwartfinale of halve finale. Maar het is een fantastisch jaar. Hè? Dus, maar het zou even goed kunnen zijn dat we volgend jaar maar in plaats van 14.000 en meer punten, dat we er maar 7.000 halen. Hè? Dat is ook perfect mogelijk. Hè? Dus, en in wil dat dan voor zeggen dat we volgend jaar dat we slecht gewerkt hebben in België, dat we nu supergoed gewerkt hebben? Nee, helemaal niet. Ik denk dat wij goed werken. Dat het altijd beter kan, dat is ook zo. Maar voilà, dit jaar loopt het fantastisch met de resultaten. En
Maar we moeten proberen van een zekere gemiddelde aan te houden. Hè. Dat zou mooi zijn, moest je zo'n gemiddelde kunnen aanhouden van, ja, wat is het, een 11.000, 12.000 punten ieder jaar. Ja, dat zou fantastisch zijn. En dan kom je misschien in aanmerking om die ploegen boven jou wat onder druk te zetten. Maar als daar regelmatig jaren tussen zitten van 7.000, maar 6.000, 8.000 punten, ja, dan ga je er niet geraken. Hè. Dan is het vechten voor je achtste, negende plaats te behouden. En, we hebben nu weer een kleine voorsprong ten opzichte van de mannen die achter ons komen. Maar die kan ook heel snel weer weg zijn. Hè. En als de voorzitter heeft al aangegeven dat zij graag in juni, juli zouden landen met een nieuwe investeerder. Is dat iets waar jij op dit moment dan mee bezig bent? Want dat begint wel te naderen natuurlijk. Nee, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik heb al bevoegdheden genoeg waar ik moet mee bezig zijn. Dus nee, daar ben ik niet mee bezig. Play-off 1 en dan Europees voetbal ook volgend seizoen. Dat zou ook wel betekenen dat jullie makkelijker spelers kunnen overtuigen komende zomer om misschien bij Gent te komen tekenen. Want dat gaat wel nodig zijn. Dat is waar jij ook op alludeert, dat er veel werk op de plank ligt, denk ik. Goh. Ik ga nu niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar dat is zeker niet het belangrijkste. Uiteindelijk om spelers te overtuigen gaat het hem over de mogelijkheden van de club naar volgend seizoen toe. En niet zozeer of dat je dan play-off 1 gespeeld hebt. Oké, Europees voetbal is wel altijd aangenaam natuurlijk om een speler te kunnen zeggen. Maar of dat dan Europa League of Conference League is, maakt dat voor die mannen niet veel uit, denk ik. Dus ja, het is gewoon belangrijk voor hen om te zien dat hier een ploeg staat met mogelijkheden. En met groeimogelijkheden ook. En met ambitie om, ja, om de next step te zetten. En daarmee kan je denk ik aantrekkelijke spelers aantrekken. We hebben altijd spelers waar we overtuigd zijn dat we die kunnen binnenhalen, los van de concurrenten die er zijn. Maar als je in strijd bent voor een goede speler, met goede ploegen, met veel middelen in die ploegen, ja, dan moet je kunnen laten zien dat wij ook die middelen hebben. Anders kan je die gasten niet overtuigen om naar hier te komen. Dus op dat vlak is het wel belangrijk dat je over middelen beschikt. Maar laten we zeggen dat het voorlopig niet die kant uitgaat. Hè. Het enige dat wij horen voorlopig is oké, verminderen op loon. Alles weer een beetje meer binnen de perken houden. Dus waar ik in C ook wel niet echt een probleem in zie. Ik vind ook dat je soms ook kunt overdreven veel uitgeven aan bepaalde zaken. En dat is ook niet nodig. Je moet altijd voor mij kijken naar rendement. En als het rendement hoog is, ja, dan kan je daar ook iets tegenover zetten. En als het rendement niet hoog is, ja, dan heb je misschien te veel uitgegeven. Dus dat is van alles. Ik ga niet op details ingaan, maar dat heeft met velden te maken. Dat heeft met alles te maken. Als je veel investeert, verwacht je dat het ook high level is. Hè? En dat is zo met spelers, dat is zo met stafleden, dat is zo met alles eigenlijk. Hey, goedemiddag. Heb je al een verlanglijstje dat je zegt, moet je voor je verdedigers bij hebben of dat daar moet ik versterken? Of? Ik heb veel verlanglijstjes, Richard, maar ik ga er niet met u delen. Eén keer. Voetbal, ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Wij weten wel wat we nodig hebben, op welke posities wij het nodig hebben. Maar zoals ik daarnet zei, het is niet evident. Hè? Het is niet zomaar van kies maar. Hè? Het moeten spelers zijn die nog vrij onbekend zijn, die niet te duur zijn. En waar er hopelijk niet te veel andere grote spelers, clubs mee bezig zijn. Anders maak je geen kans. Dus wat dat betreft hebben we dat nu dit jaar heel goed gedaan. Maar ja, er is geen garantie dat op diezelfde manier ook blijft lukken naar volgend jaar toe. Als we heel eerlijk zijn, zijn de transfers die we gedaan hebben dit jaar, vorig jaar, ja, die hebben ons teruggebracht waar we zijn. Tissou Dali, De Saar, Hong, Kuipers, nu Gift ook, Kokumo, Torunariga. Dus ja, dat is niet min. Hè. We hebben heel vaak de bal juist geslagen. Als je kijkt naar de transfers die daarvoor zijn gebeurd, ja, dat was wel net iets minder, moet ik zeggen. Hè. En ja, dan draag je dat nog altijd. Hè. Er zijn er nog altijd nu bij ons die nog altijd onder contract liggen van die vorige periode. Dus dat mag je niet te vaak doen. En als je dat te vaak doet, dan kom je gewoon in de problemen. En zeker als je dan in die periode enorm veel geld hebt uitgegeven ook aan die transfers eigenlijk en aan die contracten. Dus, maar oké, dat is lang geleden, dus we moeten daar niet te veel meer op terugblikken.
Hoe verwacht je de wedstrijd tegen KV Mechelen? Moeilijk. Zoals altijd. Ik hoor nu dat iedereen opgeroepen is om iedereen scherp te krijgen daar. Dus ik lees dingen, ik hoor van alles. Ik hoor dat Verstraeten terug zelfs gaat keren. Dus ja, alle middelen worden aangehaald om terug scherp in die ploeg te krijgen. Om een resultaat te halen tegen Gent, blijkbaar vooral. Dus ja, het is ooit anders geweest, zou ik zeggen, een paar weken terug. Maar met ze goed spelen enzovoort en Club Brugge een steek laten vallen in Westerlo, zijn jullie morgen al zondag play-off in? Eerlijk gezegd denk ik niet dat Club Brugge een steek gaat laten vallen in Westerlo. Het zou mij verbazen. Niet dat ik Westerlo onderschat, maar ik denk dat Club Brugge nog altijd van een ander niveau is. En ja, dus dat betekent dat wij vooral naar onszelf moeten kijken. Hè, en dat wij de resultaten moeten halen. En we hebben een moeilijke uitwedstrijd tegen Mechelen, dus het zal niet evident zijn. Goed, dankjewel voor jullie komst en tot zondag.